Ja, hallo allemaal, Teampje Nieuwe en welkom terug bij een nieuwe video van mij. Waarom is mijn audio zo crappy nou? Omdat ik het even record met mijn microfoon van mijn laptop. Waarom doe ik dit? Dit is niet live. Even dat je het weet, dit is niet live. En mijn preview lekt, dus ik zie helemaal niks wat er nu gebeurt. Dus ik zal even doorpraten. En zal zeggen van wat het eigenlijk allemaal is. Ik ben een nieuwe wereld begonnen. Zoals je waarschijnlijk kan zien, ik ben nu ongeveer boven, weet ik veel wat ik allemaal doe. Is het een heel groot rondje. En onderin nog een heel groot rondje. Duidelijk hè? Joehoe! dus dat is het eigenlijk. Meer heb ik eigenlijk ook nog niet. Dit is allemaal gewoon. Ik had veel vrije tijd en ik kon niet opnemen omdat er mensen waren. En ik heb dit waarschijnlijk ook een klein beetje op school gedaan. In de tussenuren als ik niks had, want ik ben blijven zitten. Zoals sommigen van jullie misschien wel weten. Ik ben blijven zitten en dan heb je heel gauw al alles af. Zoals je misschien wel kan begrijpen. Dus dan hou je tijd over en dan ga je dit soort dingen doen. Ik ga denk ik nog wel gewoon door met mijn Let's Play serie. Maar op het moment kan ik dat even nog niet doen. Dus ja. Dus ik zal even uitleggen wat het is. Dit is een radius van. Even kijken. Dit is een radius van 11, volgens mij. Van 10. In ieder geval, zo groot is het rondje ongeveer. En daarin zit een rondje van. Weet ik veel, 22 of zo. Dat is het eigenlijk. Het zijn gewoon twee grote rondjes. Die bovenste, of die ene dunne, die hele dunne, het is niet heel dun. Die heeft een. Die gaat tot van 97 tot zeg maar waar ik eigenlijk op sta, zeg maar. Helemaal beneden is 10. En het is zeg maar het grote rondje is 5 hoog, dus het is zeg maar van 10 tot 15 en dat zit zeg maar allemaal in diamond radius. Dus zeg maar alles wat ik uithak heb ik kans op diamond te vinden, dus dat is echt een win-win situatie. Voor de rest heb ik eigenlijk nog alleen maar, zoals je waarschijnlijk al hebt gezien waar ik waarschijnlijk al langs ben gelopen of iets aan het doen ben, heb ik eigenlijk alleen maar een cow farm. En aan die andere kant komt een sheep farm. Want dat zijn eigenlijk de enige twee dieren die je nodig hebt als je een skeleton spawner vindt. En die ben ik nog van plan om te vinden. Hoop ik. Maar sowieso, ik heb eigenlijk geen arrows nodig. Want arrows nemen alleen maar dingen in beslag. Dus eigenlijk heb je het ook helemaal niet nodig om die spawner te vinden. Alle levels die ik heb komen allemaal van koeken en monsters vechten en dat soort dingen. En dan heb ik nog een hele mooie reed farm die helemaal off center is. Al die OCD people, sorry. Ik kan er niet veel aan doen eigenlijk. Ja, ik kan hem eigenlijk verplaatsen. Maar dat is even. Dat moet ik een keertje gaan doen. Nou, weet je, als ik er zin in heb, dan doe ik dat een keer. Maar ik erger me er tot nu toe nog niet aan. Waarschijnlijk later wel. Dus dat zien we dan wel weer. Ja, dat is het eigenlijk zo'n beetje. En meer heb ik eigenlijk nog niet. Dit duurde zo lang. Ik heb dit volgens mij in één dag heb ik dit uitgehakt. Zo'n 4 uur heb ik gegamed hiervoor. Dat is best wel veel. Voor om dit alleen uit te hakken en best wel no life. Zoals je misschien wel weet dan. Dus ja, ik ben nu eigenlijk meer bezig met edits maken. Daarom komen. De commentaar is een beetje op de achtergrond. Ik ben nu even alleen thuis. Ik weet niet voor hoe lang dat is. Ja, en mijn Call of Duty skills die zijn ook helemaal weg. Want ik zit nog meer achter de PlayStation. Dus daarom kan ik ook jullie vragen. Als jullie iets hebben. Als jullie bijvoorbeeld een leuke gameplay hebben. Of iets waarschijnlijk. Of iets anders. Een leuke gameplay van een andere game. Van, weet je, als jullie hebben. Stuur het naar mij op. Ik zal jullie in de description zetten als je gameplay erin komt. Weet je, het hoeft niet per se. Weet je. Het is jullie keuze om wat te doen. En het is mijn fout dat ik geen gameplay heb.
Dus ja, dat zou gewoon zou vet wezen als jullie dat zouden doen. Maar voor de rest, ik ben bezig met een edit op dit moment. Ik ben met een soort van leftover ding bezig. Dat wordt wel leuk. Er zitten een paar trickshots in, een paar hitmarkers, een paar een beetje fun dingen. Er zit Battlefield in, er zit een andere game in die ik niet ken. Dus er zit eigenlijk van alles wat. Er zit Modern Warfare 3 in, er zit Modern Warfare 2, er zit Black Ops in. Dus daar ben ik mee bezig. Dat lijkt me wel leuk om te doen. Of te doen, daar ben ik dus nu mee bezig. En ik ben het eigenlijk aan het leren. Het is pas mijn derde edit. Misschien heb je waarschijnlijk wel mijn tweede edit gezien. Dat was een TCE, een two-clip edit. De clips waren van Pascal. Links zal vast wel ergens staan om nog. Dat is het eigenlijk. En ik ben nu zijn nog een keer voor hem aan het editen. En ik zoek eigenlijk nog meer klusjes. Weet je, als ik deze af heb, dan wil ik eigenlijk wel een volgende klusje edit gaan maken. En eigenlijk de enige dingen die je daarvoor nodig hebt, is zeg maar een HD. Ik heb zelf geen HD, ik heb zelf een Voxio. Ik vind het zelf minder fijn om te werken om mee te editen. Dus daarom heb ik liever een HD PVR kwaliteit. Of je moet echt je Voxio echt heel goed kunnen hebben. En de clips moeten op 60 frames per seconde staan. Waarom? Als je aan het editen bent en je gebruikt bijvoorbeeld Trickster, dat is een programma waarmee je slow motion aanzet. Of hoe je dat ook graag wil noemen. Dat is het eigenlijk. En als je daar maar 25 frames per seconde hebt, dan gaat het echt heel erg haperen. En dan komen de beeldjes, die worden heel erg bazig. Dat is het enige probleem als je lager, als je dat hebt. Als je lage frames per seconde hebt, en daar heeft hij een paar clips van. Het is heel vervelend om mee te werken. Dat kan gebeuren. En ja, daar moet ik mee dealen van waarmee ik heb. En ik vind het heel fijn dat hij het voorstelt. Maar ja, dat is het eigenlijk wel weer. Jullie hebben al mijn items gezien die ik heb. Waarschijnlijk al en ongeveer bij de hele basis, want het is niet veel. En zoals je ziet, het is maar 9 minuten lang. Bedankt voor het kijken. En ik vond het wel grappig, want ik had net het opgenomen en toen kreeg ik een berichtje of een reactie van iemand. Ik zal weer even kijken hoe die ook weer heet. Even wachten van Lekker Kijk Jury. Kreeg ik een bericht van wanneer ga je weer Minecraft uploaden? En daar was ik mee bezig, dus goede timing. sorry, ik was vakantie druk en geen plek om het op te nemen. En zoals je ziet, weer mijn microfoon weer gefaald. Kan allemaal gebeuren en dat hoort erbij eigenlijk. Dus sorry voor niet uploaden en... Ja, ik zie jullie eigenlijk later. Rate, comment en subscribe. Laat een comment achter, een beetje supporten. Vertel lekker aan je vrienden van... hij maakt leuke video's, weet je wel. En dan ga ik verder. Dan ben ik weer gemotiveerd en alles. Dus jongens, ik spreek jullie later. Bye bye.